Hallo allemaal en welkom bij Rolight Tips voor Thuiszitters. Mijn naam is Erik, leuk dat jullie luisteren. De eerste tip die we vorige week gaven om deze tijden door te komen was: vraag een account aan bij MA University e-learning. En dat hebben we geweten. Ik heb de afgelopen week meer dan 200 nieuwe inschrijvingen mogen verwelkomen. Een aantal van jullie luistert nu misschien. Leuk dat je erbij bent. Het leek me daarom wel een goed idee om jullie even een handje op een stukje op weg te helpen. Met de verbinding tussen MA on PC en MA 3D. Om een verbinding te maken tussen deze twee programma's op één en dezelfde computer, moet je een aantal instellingen aanpassen. Kijk even met me mee. In MA 2 on PC drukken we op Setup. In het Setup menu kiezen we voor de tab Network. Onder Network kiezen we voor Network Control. Het eerste wat we moeten doen is het wijzigen van het IP-adres. Als je op het IP-adres klikt, dan gaat er een lijst met mogelijke IP-adressen open. Een beetje afhankelijk van de instellingen op je eigen computer. Wij kiezen voor de loopback 127.0.0.1. Als je daarop geklikt hebt, dan moet je het programma opnieuw opstarten. We hoeven niet te saven, we hebben tenslotte nog geen lampen gepatcht of lichtstanden gemaakt. In MA 3D doen we iets soortgelijks. Klik op File, naar Settings, Network en kies ook hier uit de lijst voor 127.0.0.1, de loopback. You must restart the application to use a different IP address. Hetzelfde als wat we net gedaan hebben. Klik hem even dicht. We hoeven niet te saven. Nope. En we starten de programma's even opnieuw op. MA 3D en on PC. Zolang de programma's niet met elkaar verbonden zijn, zie je in on-PC een rood gebroken hart. Die zie je hieronder ook bij Connection State. We zijn nog standalone. En hier zie je hetzelfde rode hartje knipperen. Er is dus nog geen verbinding. Die gaan we maken. Onder Setup. Network Control. Het IP-adres van dit station is nu 127.0.0.1 en het IP-adres van MA 3D station is ook 127.0.0.1. Perfect. We moeten nu een sessie gaan aanmaken. Zolang we standalone zijn, kunnen we geen verbinding maken over netwerk. Daarvoor moet er een sessie actief zijn. Een sessie heeft een ID-nummer nodig. En voor het gemak ook een naam. Als we tevreden zijn met het session ID en de session name, drukken we op Create Session. En nu is dit station de master van sessie 1. Vervolgens gaan we naar Network Configuration. Hier maak je een verbinding tussen verschillende MA2 onderdelen. Consoles, NPU's, VPU's en nodes en dergelijke hebben we op dit moment niet in het netwerk. We hebben alleen on-PC en daarmee willen we verbinding maken met 3D. Deze lijst is leeg, dus daar moeten we een 3D-station aan toevoegen. Door te drukken op Add krijgen we een lijst met beschikbare 3D-stations. Dat is er maar één, dus deze kunnen we selecteren. Vervolgens maken we een sessie member van dit 3D-station. Door rechtsklik te drukken op dit vak, zodat hier het woord yes komt te staan, maken we de verbinding. En na een paar seconden wordt deze balk groen.
en zien we in 3D een groen knipperend hartje. We hebben nu een goede verbinding tussen MA2 on PC en MA3D. Lampen die je nu patcht kunnen meteen in 3D worden gezien en gebruikt. Daarover later meer. Dankjewel voor het kijken. Als je vragen hebt hierover of over andere onderdelen van het MA-systeem, aarzel niet om ons te benaderen. Je kunt ons bereiken op info@rolight.nl of rechtstreeks training@rolight.nl. Dankjewel. Zorg goed voor elkaar, blijf gezond en hopelijk gauw tot ziens.